We kijken hier rechts en in het midden naar een sculptuur uit 1618, 1619. Dan is hij dus 20 jaar oud. Links zien we een, ja, ik mag het niet zo zeggen misschien, maar een soort tweede rangs beeld van Michelangelo. Dat komt onder andere omdat het door leerlingen is afgemaakt. Staat natuurlijk in de Santa Maria Sopra Minerva. Maar het aardige is dat de jeugdige man hier feitelijk het spiegelbeeld is, in ruwe vorm althans, van die Christusfiguur van Michelangelo. En dat laat ook zien dat het streven van een jeugdige en ambitieuze beeldhouwer als Bernini is om zich te meten met de allergrootste. Je neemt het voorbeeld van de grootste en borduurt erop voort, feitelijk om het te evenaren, of liever om het te overtreffen, natuurlijk. Het verhaal is een verhaal natuurlijk voor bezoekers van de NKV-lezing algemeen bekend, boek 2 van de Aeneas van Virgilius, waarin het brandde Troje moet worden ontvlucht en Aeneas, de grote held, neemt zijn vader op zijn schouders en zijn zoon neemt hij ook mee. Hij zegt tegen zijn vader, klim maar op mijn schouders, ik heb het vel van een rossige leeuw daarop gedrapeerd. En wat het razend knappe hiervan is, is dat Bernini 2 of 3 naakte manspersonen portretteert, maar dat leeuwenvel gebruikt om zowel de oude man als de jonge man te voorzien van een lendenbescherming. Wel prettig, maar heel knap gedaan. Ook aardig is dat natuurlijk de jonge man moet hier ploeteren. Het is heel zwaar om een volwassen bejaarde te dragen. Maar degene die het meest beweegt is feitelijk die bejaarde. We zien dat hij ook een beetje wiebelig zit van, oh jee, als ik hem niet van afval. Zijn spieren zijn aangespannen en sowieso de hele behandeling van het marmer heeft iets totaal fris. Nou kan ik hier niet te lang bij stilstaan, ook omdat we niet helemaal zeker weten of de vader van Bernini, Pietro Bernini, hier nog enige betrokkenheid bij had. Het is wel in ieder geval de eerste keer dat Gian Lorenzo een beeld maakt van deze omvang met 3 individuen. Er wordt wel eens gezegd, het zijn de 3 leeftijden van de mens. Het is ook een mooi voorbeeld van pietas, het gevoel van plichtsgevoel en loyaliteit ten aanzien van familie, maar ook het vaderland, op zoek naar een nieuw vaderland in het Westen. En natuurlijk de godenbeeldjes uit Troje die worden meegenomen naar Italië. Nou bestonden natuurlijk beeldengroepen wel, waarbij de ene leunde op de ander, of liever gezegd waarbij één individu steunt op een ander. Dit was een heel befaamd voorbeeld, nog steeds. Als je Florence bezoekt aan de Piazza della Signoria, staat dit belangrijke beeld op een verhoging. Het verhaal is ook een typisch klassiek verhaal, overgeleverd onder andere door Livius. Rome is net gesticht. Rome bestaat eigenlijk alleen maar uit stoere mannen. En op een gegeven moment begrijpen ze, ja, als wij wat meer willen, wat meer tijd hier in deze stad, dan moeten we toch echt wel vrouwen hebben, anders kunnen we geen kindjes maken. Het verhaal is dan dat er tijdens een banket de dochters van de gasten, dat zijn mannen uit een naburige stam, de Sabijnen, dat die op een gegeven teken worden weggegist van hun vaders en hun broers. De Sabijnse maagdenroof. Een opwindend moment natuurlijk om af te beelden in de kunst. En hier zie je dat Gian Bologna in die moeilijke jaren na de dood van Michelangelo en voor het grote begin van de baroktijd, wat een meesterstuk hij daarvoor maakt. En je moet je ook even realiseren, het is natuurlijk marmer, dus je hebt te maken met ook bouwtechnische beperkingen. Wil je een staande figuur op 2 benen in marmer weergeven, dan moet je iets hebben dat als derde been fungeert, anders dan stort dat marmer in. Zeker het probleem van het menselijk lichaam is dat, althans voor een beeldhouwer, is dat de enkels buitengewoon dun zijn. En daarom zie je hier een geschrokken Romein die niet adequaat kan reageren op het moment dat zijn dochter dan wel zijn zus wordt weggekaapt. Maar dan moet je een jonge, ambitieuze beeldhouwer hebben die net een prachtige Aeneas met vader en zoon heeft gemaakt, om dit te willen evenaren. En dan was er in de Romeinse literatuur natuurlijk een ander prachtig verhaal dat gaat over het schaken van een jonge vrouw. Wel een mythisch verhaal, het komt voor in het meest gelezen mythologieboek uit de hele westerse literatuur, denk ik. Niet Homerus, maar de Metamorfose van Ovidius, handboek natuurlijk voor veel kunstenaars. En het verhaal is heel bekend omdat het de aanleiding weergeeft van het bestaan van de seizoenen. Proserpina, die geroofd wordt door de god van de onderwereld, waardoor zij een tijd lang gedwongen daar moet wonen. Uiteindelijk is de oplossing dat zij een deel van de tijd bij haar man dan moet wonen, het andere deel bij haar moeder weer, zodat alles weer kan uitspruiten, omdat haar moeder natuurlijk Demeter is. Ik moet dan zeggen Ceres in het Latijn. Dat is het verhaal. Dat Bernini wil gaan beeldhouden. En het lijkt er een beetje op, omdat Pluto, zo vertelt Ovidius, in één klap Proserpina spot, verliefd op de wordt en haar weggist, mee de onderwereld in. Nou, we gaan eens kijken hoe hij dat aanpakt. Als je goed kijkt, dan zie je onmiddellijk de erfenis van Gian Bologna. Je ziet dat de rugpartij en de benen zijn overgenomen van het voorbeeld van Gian Bologna. Maar je ziet ook significante verschillen.
Deze man heeft eigenlijk alleen maar spieren. Het is alsof er geen huid meer overheen zit. Deze man is ook wel een Schwarzenegger, maar met menselijk vel eromheen. Een huid is niet de hele tijd overal aangespannen, hoe gespierd je ook bent. Er moet wel eens wat los zitten. Dus het doet al veel vleziger aan dan de sculptuur van Gian Bologna. Hier zien we ook de oplossing voor die stut, noodzakelijke stut om een marmersculptuur overeind te houden. Dat is hier de helle hond, Kerberos, de hond met de drie koppen. Hij komt direct nog wat duidelijker in beeld. Maar er valt nog meer over te vertellen. Bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar die Sabijnse maagd die hier zich realiseert wat er met haar gaat gebeuren. Gian Bologna heeft natuurlijk gekeken naar een van de belangrijkste voorbeelden van drama uit de klassieke sculptuur, de Laocoon-groep. Laocoon die dodelijk te grazen wordt genomen door slangen en en passant ook ziet dat zijn kinderen worden gedood. Het afgrijzen in dit gelaat. We zien in de vorming van de wenkbrauwen datzelfde terug. Sterker nog, zelfs de haarpartij doet denken aan de klassieke Laocoon. Dat zou anders moeten kunnen, zegt Gian Lorenzo. En als je het dan vergelijkt, dan zit er ook echt wel wat meer leven in de vrouw die Bernini weergeeft dan de Sabijnse maagd. Natuurlijk is er sprake van beweging. Als je ineens wordt weggegist door een man waar je niks van moet hebben, dat gaat snel, dat gaat met geweld, dat gaat met veel beweging gepaard, dus je haar wappert in de wind. Waar hier geen sprake van is. Lijkt wel alsof hier te veel gel in zit. Maar er is nog meer aan de hand. De psychologie van het moment. Je bent een maagd, je hebt misschien al bepaalde ideeën bij hoe het leven later zal zijn. Je wil een gezin stichten. Je hebt ideeën bij de eerste man van je leven. En dan ineens komt er zo'n vreselijke boeman, ook nog eens de god van de onderwereld. En die gist je weg. Weg alle mooie romantische plannen. Dramatisch besef dat hier in het marmer wordt weergegeven. Nog nooit eerder vertoond dat een traan in marmer wordt vastgelegd en dat betekent dus dat je daar omheen moet bijtelen. Je kunt niet iets toevoegen aan beeldhouwkunst, alleen maar iets weghalen. Hier zien we, er zijn een paar Bozzetti bewaard gebleven, de meeste niet. De meeste zijn verloren gegaan. Maar dit is een Bozzetto, dat wil dus zeggen een kleiontwerp dat dan echt als voorstudie dient voor het uiteindelijke resultaat. Die tranen zijn absoluut van tevoren gepland. We zijn nog niet helemaal klaar met Gian Bologna, want er is nog een aardig detail dat hij echt had bedacht. Het is natuurlijk een oud probleem als je vlees wilt weergeven in steen. Hoe werk je de suggestie dat het geen steen is? En hier zien we mannenvingers wegzinken in een vrouwenbil. Dat is wat veel mannen ook vaak waarover ze fantaseren natuurlijk. En dat is wel een probleem, want je moet als toerist dat podium op. Als je er gewoon langs loopt, dan zie je de kant die we straks al zagen. Maar die wegzinkende vingers, die zie je dan over het hoofd. En dat heeft te maken met dat streven van de manieristische beeldhouwer om een beeld in de ronde te benaderen of te beschouwen. Het moet van alle kanten interessant zijn. Nee, zegt Bernini, dat moet anders. Eigenlijk moeten die vingers meteen in beeld komen. Het moet meteen een belangrijk element zijn van het verhaal. Ik denk dat dat hier goed te zien is. We zien de helle hond hier ook nog mooi. Maar dit is natuurlijk een van de bekendste foto's van werken van Bernini. Die wegzinkende vingers. Daar vergapen de toeristen zich aan in de Galleria Borghese waar dit beeld staat. De vingers zijn veel beter in beeld, veel opvallender. En dat brengt ons op een uitspraak die we kennen uit Domenico. Het ging overigens wel over een heel andere sculptuur, toen Bernini in Parijs was. Maar daar vertelt Domenico ook over. En het citaat, dat gaat dus over dat Bernini er echt over heeft nagedacht. Over hoe maak je vlees van steen. In plaats van andersom. Met mijn beitel heb ik de moeilijkheid overwonnen om marmer kneedbaar te maken als was. He, dat kan natuurlijk helemaal niet. Het feit dat de antieke kunstenaars dat niet gedaan hebben, komt misschien omdat ze niet het lef hebben gehad om steenblokken op die manier naar hun hand te zetten, alsof ze gemaakt waren van klei. Wat ik hier nog even wilde laten zien, is het verschil in textuur. We hebben hier natuurlijk mannenspieren, zelfs okselhaar. Hier hebben we vrouwenbeen, nog net geen cellulitis. We hebben draperie, ook belangrijk voor de structurele stevigheid van het beeld. En hondenhaar. En dat allemaal uit één blok steen. Goed, dat brengt ons bij de volgende sculptuur. Nog even terug in het verhaal. Scipione Borghese, de grote kunstverzamelaar, spande Bernini even voor zijn karretje. Dat kon. Hij was op dat moment de rijkste man die dat zich kon veroorloven en de machtigste na de paus. Inmiddels had je dus die groep van Aeneas met vader en zoon, Pluto en Proserpina. En toen was er een nieuw plan. Datzelfde boek van Ovidius, de Metamorfose, voorzag nog in een ander verhaal dat weer ging over het schaken van een vrouw. Alleen deze keer mislukte die schaking. Het verhaal is dat Apollo
Het begon met Apollo Cupido hoonde, de god van de liefde. Hij zei, ach jij met je pijltjes, ik ben pas echt een boogschutter. Ik verspreid de pest met mijn pijlen. Waarop Cupido zei, nou we zullen eens kijken wie de beste is. En dan neemt Cupido een pijl met een gouden schacht en die schiet hij in het hart van Apollo. En de eerstvolgende voorbijlopende deerne wordt getroffen met een pijl met een tegenovergesteld effect. Namelijk een pijl met een lodenschacht. Waarop zij dus niets van Apollo wil hebben, maar hij alles van haar. Dat leidt tot een achtervolging. Zij legt het af, maar op het moment dat ze weet, ik ga te grazen genomen worden, bidt zij tot haar vader. Zij is een nymf en zij bidt tot haar vader die een riviergod is, Penhuis heet hij. Wil je me alsjeblieft hieruit redden uit deze situatie? Zeg niet, maak mij tot een boom. Maar dat is het effect. Nou, tot dusver eigenlijk, of tot de tijd van Bernini was dat iets voor schilderkunst. Maar ja, dat kan niet in marmer. Oh nee, dat zullen we dan wel eens zien. Dat kan dus wel. Wat aardig is om te weten is dat Ovidius vrij nauwkeurig beschrijft hoe die metamorfose in zijn werk gaat. Bijvoorbeeld op het moment dat hij haar vastgrijpt voelt hij geen huid meer, voelt hij geen borst meer, maar voelt hij het kloppen van het hart. Dus eigenlijk zit deze hand te laag als je het verhaal heel volgens de letter zou willen navolgen. Maar belangrijk is natuurlijk dat zij inderdaad verandert in een boom op het moment dat hij dacht dat hij zich meester van de kon maken. En ze verandert werkelijk aan alle kanten in de boom. Uit haar tenen groeien boomwortels, aan haar vel dus schors. En uit haar haar en haar vingers laurierblaadjes. Als je in die zaal staat waar dit beeld is neergezet, dan lijk je laurier te ruiken. Zo overtreffend zijn die blaadjes. Dat komt omdat iemand anders heeft gemaakt, maar dat vertel ik je straks. Eerst even een paar kunsthistorische feiten. We hebben hier weer een belangrijk stukje antiquiteit. We hadden net even over de Laocoon. Dit staat daar vlakbij, de Apollo van Belvedere. En gold zeker nog in deze tijd als de absolute topper, behalve de Laocoon. Je had een paar toppers vanaf het eind van de 15e, begin 16e eeuw in de collectie van de paus. Maar goed, wat zien we terug? Apollo is onmiddellijk herkenbaar. Het is dezelfde man. Maar deze is aan het rennen. Deze loopt gewoon. Hier hebben we de klassieke pose van de contrapposto. Dat wil zeggen, de man staat, of de god staat op één been, het andere been is ontspannen, dat betekent dat zijn bekken wat gekanteld is. En de schouders zijn de andere kant opgekanteld en daardoor krijg je dus een tegenstelling. Contrapposto heet dat. Dit been noemen we het speelbeen. In dit geval maakt Apollo dus een wat lopende of schrijdende beweging. Of misschien een beweging van lopen en dan langzaam tot stilstand komen. In dit geval heeft Bernini feitelijk het speelbeen verder omhoog geplaatst om er meer snelheid aan te geven. Daarnaast heeft hij de draperie anders gelegd, zodat en passant ook het goddelijk geslacht even buiten beeld werd gebracht, wel handig in deze scène. En natuurlijk hier de wind ingevangen wordt. En ook de haren zijn uiteraard losser. Dus iedereen ziet onmiddellijk het citaat en iedereen ziet ook onmiddellijk hoe het antieke beeld wordt overtroffen. Nog afgezien daarvan dat een vrouw ernaast in een boom verandert. En hoe kun je überhaupt zo'n moment van snelheid, hoeveel kilometer per uur zullen ze gerend hebben, hoe kun je dat nou bevriezen in steen? Dit was iets ongelooflijks. Als Bernini hierna was gestorven, dan waren we vanavond nog steeds bij elkaar gekomen. We hebben een leuke zinsnede in de biografie van Domenico. Domenico vertelt over de jeugd van Gian Lorenzo dat zijn vader Pietro Bernini hem stimuleerde door onder andere iedere keer als zijn zoon weer een tekening had gemaakt of ook iets uit marmer had gekapt, te zeggen van ja, dat heb je wel aardig gedaan. Maar volgens mij krijg je dat niet een tweede keer voor elkaar. En dat stimuleerde de jongen om iedere keer zichzelf te overtreffen. En Domenico noemt dat in een voortdurende competitie met zichzelf. En dat zie je dus ook op latere leeftijd. Dit heeft hij gemaakt toen hij dus al richting 24 ging. Dit nog weer later. In welk opzicht gaat Bernini verder? Dat is dat hij de mond van Daphne wijd opensperrt. Deze maagd is heel verdrietig. Maar een geel is niet direct waar te nemen. Hoewel ze volgens Ovidius wel gilt. Maar deze geel is heel duidelijk. En dat betekent dat je heel diep in het marmer moet gaan om dat weg te kappen, die mondholte. Dat is dus weer een stapje verder. Nog afgezien dus van dat de snelheid is toegenomen. Ja, dan even iets weer over hoe moet je nou een sculptuur benaderen. Inmiddels, of tegenwoordig, sinds de 18e eeuw, staat deze beeldengroep in het midden van een zaal. Dat hoort niet, want dan kun je er omheen lopen en dan is het eigenlijk onbegrijpelijk. Vanaf deze kant, ja, waar gaat dit nou over? Vanaf deze kant is het niet goed te lezen. En dat komt omdat oorspronkelijk deze beeldengroep bedoeld was om tegen een muur te staan. Daar heeft hij ook gestaan tot de 18e eeuw. We weten gelukkig door documentatie dat als je binnenkwam, je onmiddellijk getroffen werd door het beeld dat ik er straks liet zien. Deze kant hoor je dus eigenlijk niet te zien.